Het slijk stortte in de garageboxen van dit appartementsgebouw op de Bisschoppenhoflaan is buitensporig. De doorgangen in de boxen zelf zijn bezaaid met afval en rommel. Van matrassen en kapotte printers tot een autobumper. Bewoner Stan Teunis kan het niet langer aanzien, maar hij weet niet wie zijn afval komt dumpen. Wie dat te storten zijn, dat is heel moeilijk. Want gewoonlijk wordt dat s'nachts gedaan of, ja, wie weet wanneer. Ja, je kunt er ook niet werken. Je kunt hier binnenkomen, er ligt niks en s'avonds leg je het vol. Je kunt het nooit niet weten. Zelfs op straat niet. Op straat storten ze ook en je weet nooit wie het gedaan heeft. Politie en syndicus zijn al een paar keer langs geweest, maar zij kunnen het probleem niet verhelpen. Vorig jaar werd hier nog 6 ton vuurwerk weggehaald. Vrijwilligers hebben de hele boel al eens opgeruimd, maar hun werk is nutteloos. Maar ze blijven niet van storten. Dat is geen naam, dat is altijd zo geweest. Gehad. En dat is zo al 30 jaar dat ze storten. Dan werd hij weer opgekust en dan werd het teruggestort. Dus dat is een open, dat is droom met de kroon open. Hè.